Lange Frans. Daar is feest. Miram. En hoe? Feest dus bij Him for the Weekend. Een hele goede avond. Welkom bij deel 4. Het is weer deel 4. Dit gaat snel, man. Hallo allemaal. Hallo allemaal, inderdaad. Op het deze... is niet zomaar een deel 4. Het nee. is... Je doet wel heel stuur nu met een blikje energie. Niemand weet dat het geen bier is. Nee, het is inderdaad vandaag 22 februari 2020, carnaval. Nog niet officieel, morgen begint het pas, maar dan mogen we eigenlijk niet, dat zeggen we gewoon niet, want overal wordt al keihard gevierd. Ja, maar goed, wij luiden het in. Ja, wij luiden het inderdaad in met een speciale gast voor deze avond. Hallo, goedenavond. Stel jezelf even voor. De luisteraar weet niet wie jij bent. En de kijker trouwens ook niet. Jij kijken. Weet ook niet? Ik weet het ook niet. Nee. Ik vind het fijn als je het zelf even okay, doet. Oké, ik ben Gera. En dat was het. Nee, ik wil eigenlijk even een kleine, misschien een hele gênante vraag. Hoe heet je ook alweer van achter? Ja. Estagiu. Hoe? Estagiu. Estagiu? Efstatiu. Precies. Ik dacht Eustachiou. Nee. Efstagiu. Toen moest ze niet zeggen. Dat is heel anders. Nee, maar hoe was het nou? Efstagiu. Efstagiu. F? Hoezo die F? Ja, dat weet ik ook niet. Oké, nee, goed. Stel je even voor. Wat maar ken niemand je van? Niemand weet nee. dat ik tepelstreeltje heet. Jezus Christus, man. Nee, ik ben Gera. Ja? En ik ben al 6 jaar bij de omroep. Dus iedereen kent mij. Dat is niet helemaal waar. Nee, dat is niet waar. Nee, wat heb je gedaan? Bij de omroep. Ja, wat heb je allemaal gedaan? Heel veel tv-programma's met Rick gemaakt. Ja. Echt heel veel. Ja, wat we een greep uit je repertoire. Supergirl, ja. N1 bezoekt toen, N1 hè. Ja. En live-uitzending van carnaval, eigenlijk altijd. 5 jaar op rij. En ook Sinterklaas. En dan nog meer, Him for the Weekend. Je vergeet een hele belangrijke. Namelijk ook Wat zegt het volk. En daar hebben we het de afgelopen weken ook over gehad. Maar wat bijzonder is, dat weten veel mensen niet. Jij hebt dat mede bedacht, dat programma. Ja. Echt waar? Heb je dat bedacht? Ja. Wij hebben dat samen bedacht. We hebben het samen opgezet. Ja. Inderdaad, dat was de allerbelangrijkste. Wat zegt het volk? Ja. Okay. Hey, maar normaal gesproken dan vragen we onze gasten altijd om 3 nummers mee te nemen. Welke hun omschrijft. Ja. Dat is geen goede zin, maar je snapt wat ik bedoel. Ja. Dat hebben we deze keer niet gedaan. Het is een andere uitzending dan normaal. Ik heb deze keer de fragmentjes uitgezocht. En dat heb ik ook een beetje gedaan om je een beetje in de maling te nemen misschien. Jij zit het grootste deel van het jaar niet in Nederland. Maar waar wel? Kun je er kortjes over vertellen? In Griekenland. Ik werk daar altijd 8 maanden per jaar als reisleiding. Dus dan zit ik gewoon in Griekenland. Ja, dan ben ik niet hier. Een beetje te zuipen daar of op het strand. Ja, ja, precies. En daarom is het eerste fragmentje wat ik voor jou heb meegenomen. Eentje van de Alpenzusjes. We dansen de Sirtaki. Dans jij die vaak? Ja joh, ja. Elke week daar. Nee, ben je serieus? Echt? Nee, okay, heel soms. Maar doe je dat dan een beetje daar als je in Griekenland bent? Zijn er veel toeristen die dat dan in één keer gaan doen? Weet je, een beetje tof lopen doen? Ja, echt? Ja, okay. Dat wel echt, ja. Oké, okay, leuk. Hey, die andere paar maanden of paar weken misschien eigenlijk, ben je in Nijmegen? Ja. Daar woon je ook. En een typisch Nijmeegs nummer, ik ga hem zo meteen verder toelichten, is natuurlijk de volgende. Alom ik lukken op lotte voeten gaan. Ik wil nog 1 keer gratis even doorslaan. Alom ik lukken op lotte voeten gaan. Ik wil nog 1 keer die zins tegen heurslaan. Ja, Almot de Kruppen, een beetje een Nijmeegs volkslied. Jij persoonlijk hebt daar misschien niet zo heel veel mee, maar ik denk dat jij wel weet welk bruggetje ik wil maken. Ja, dat weet ik wel. We hebben 3 jaar geleden alweer, hebben wij een poging gewaagd tot het maken van een eigen carnavalsnummer onder het programma Wat Zegt Het Volk. Dat was, qua naam was het een beetje een verbastering van dit, namelijk Almot de Kruppen. Ja, laat me rust. En het was op de melodie van Rockabye van Clean Bandit, wat destijds populair was. En ik zal niet zeggen dat het gelukt is, maar zo klinkt het. Zo, ja, oké. Okay. Noem me een zandlab, een zuipschuif. Noem me drankorgel, een zatladder. Het is maar 1 keer per jaar voor alle feestbeesten uit Knotsenburg. Gara! Peter! Bezoek Nijmegen! Wat zegt het volk? Hij vierde
autotune. Maar ja, daar horen ze niet veel van carnaval. Lekkere stem wel, lijkt wel Femke Louise. Hier naar de Waalstad. En feesten wel en drinken snel zijn altijd zat. Altijd feest! Ze zei me, oh schat, kom toch eens naar de Waalstad. Weet zeker, je bent er niet snel zat. Wij weten hoe je carnaval viert. Over de Waalbrug, nee, je wilt echt nooit meer terug. En ook al moet je krupen, op blote voeten gaan we gaan. In Knotsenburg feesten, Knotsenburg. Hou me niet tegen, hou me niet tegen. Feesten, Knotsenburg. Je kan genoeg, hoor. In Knotsenburg feesten. Oké, okay, ja, ik even luisteraars besparen. Oh shit, hé. Hey, hoe kijk je jezelf op terug? Ja, ik kan er nog steeds om lachen. Ja, ik ben gewoon... daar zwaar belachelijk over niet, gemaakt. Is dat niet echt het dieptepunt uit je leven, dit geweest? Nee. Nee, joh. Nee. Dat weten wij toch wel. Nee, ben je een beetje trots op jou, omdat je dit kunstwerk hebt neergezet? Nee, ook niet trots. Maar ik vind het juist leuk dat er nog steeds over gepraat wordt. Oh, want ja, ook hier op de redactie word ik er nog op aangesproken en zo. Dat vind ik wel grappig. Okay. Het heeft wel indruk gemaakt. Nee, dat blijkbaar inderdaad wel, ja. Dat moet wel blijken. Want tenminste, ik heb er gisteren heel vaak naar geluisterd. Waarom, dat hoor je zo meteen wel. En nou ja, echt, hoe vaker ik er naar luister, dat ik echt dacht van ja, maar dit is gewoon echt een toplaat. Echt, hè? Ja, die tekst is ook heel goed. Ik snap niet dat het nooit een hitje is geworden. Hey, maar nou kom jij dus speciaal voor carnaval uit Griekenland eigenlijk weer terug naar Nijmegen. Want je bent vorige week volgens mij pas teruggekomen. Ja. En volgende week ga je weer. Dus ja, het is toch wel stiekem voor carnaval. Weet je is wel, het in Nijmegen ook wel, of Nijmegen in Nederland, is het ook wel zo dat heel veel mensen juist van noord naar zuid gaan voor de carnaval. Dus eigenlijk ben jij ook een beetje een van hen. Ja. En dan hebben wij een liedje voor uitgezocht natuurlijk. Want eigenlijk is er maar één ding wat we met jullie willen doen. Namelijk... Terug over de Maas. For the weekend.